wij hebben koffie nodig. Vakantie. En ook koffie nodig. Ik ga die airco niet meer zo koud zetten hoor, want ik had het echt zo koud. Nee, die moet gewoon op 23 graden. Ja. Ik ben om de zoveel tijd heb ik een kledingstuk aangedaan. Heb ik een kledingstuk extra aangedaan. Ik weet eigenlijk niet of ik deze vlog al goed heb geïntroduceerd, maar ik ben op vakantie met mijn vriend. We zijn in Malta en we zijn hier omdat we een huwelijk hebben van het zusje van een vriend van ons. Dus dat is super gezellig. Mijn vriend is echt al meermaals in Malta geweest. Dit is mijn eerste keer. We zijn in Malta vandaag. Maar we reizen vandaag ook weer door. We zijn al 3 dagen in Valletta. Of in Malta. Ik bedoel, ik zei net Malta, maar we zijn nu in Valletta. We reizen vandaag door naar Melilla. We zijn nu 3 dagen in Valletta geweest. En we hebben vooral heel veel rondgelopen. We zijn naar wat musea geweest. We hebben heel lekker gegeten. Lekker koffietjes gedaan. En vooral rustig aan. Nou, vandaag dus naar Melilla. Vandaag is ook het huwelijk. We checken straks hier om 11 uur uit. Dan gaan we naar Melilla. Het huwelijk is ergens wat meer in het midden van het land. En ik ben echt super benieuwd. Ik heb nog nooit een huwelijk in het buitenland gehad. Dus ik ben benieuwd hoe het hier gaat. Maar goed, ik heb net een koffertje gehaald. Dat zal je waarschijnlijk in de andere beelden ook hebben gezien. Eigenlijk zijn we elke ochtend naar het bageltentje hiernaast geweest. Die hebben echt mega lekkere koffie. Kijk even hoe cute deze donut is. Dit is toch echt te schattig. En ze hebben mega lekkere bagels. Gisteren hadden we een soort tosti bagels. De dag daarvoor eentje met zalm en veggie. De veggie hebben we vandaag ook. En ik ben super benieuwd, want dit is mijn bagel. En dat is dus met boter, lokale honing en zeezout. Ik denk dat dat heel lekker is. Goed. Dus dan weet je waar we zijn en waarom we hier zijn. We zijn er nog een hele week. Dus in totaal 1,5 week. Ik ga me nu alvast even opmaken. Want dan, ja, ik heb nu tijd. En ik weet niet hoe de rest van de dag gaat lopen. Dus ik ga nu in de full glam. Ik heb, even kijken of ik het kan laten zien. Kijk, ik weet niet hoe andere mensen hun hotelkamer netjes houden. Dat lukt mij nooit. Maar dit is wat ik even snel aan had. Want ik dacht, we hebben toch een reisdag. Maar dit is echt veel en veel te warm. Dus ik ga straks iets anders aan doen. Misschien al wel nu, want anders komt de make-up op mijn shirt. Anywho. Het is wedding day. Dit is echt heel lekker. Nee, ik vind dat de make-up goed zit. Ja, ik ook. We zijn in Melilla. We hadden een best heftige taxirit in de zin van deze mensen rijden gewoon echt heel heftig. Dus ik was mega misselijk. En het was een rit van 40 minuten. Maar we hebben net even geluncht. Ik ben nu aan het uitbuiken op bed. We moeten over 3 kwartier weg naar het huwelijk. Dus we kunnen nog heel even chillen, want ik heb mijn make-up dus al gedaan. That's it. Wow. Oh, ik heb gisteren niks gefilmd op het huwelijk, want ja, het is iemands huwelijk en daar ga ik niet filmen en fotograferen en dat soort dingen. Dus gisteren werd er niks gefilmd, maar het is nu 11:30 volgende dag. We beginnen nu een beetje pas de dag te starten, want we hebben wel gewoon gezellig gehad gisteren. Dus
Ik weet niet of ik dit stuk kan gebruiken, want hij heeft muziek op staan. Copyright. Dus ja. Anywho, wij gaan nu lekker. Ja! Wij gaan nu lekker opstaan en dan gaan we naar het strand, denk ik. Eindelijk. Ik heb mosquito bite gekocht. Niet afterbite bedoel ik. Wat is dat nog goed doen? Nu voel ik me echt een Hollander. Ja, een miljoen muggen gepikt. Oké. En nu gaan we de kermiskerk bekijken. Kijk maar. De kermiskerk. Dit is ons avondeten. Het diner is aangevangen. Wat gaan we kijken? Zo, die dip die ruikt? Ja. We hebben dip met twee soorten Pringles en dit is kaas. Kaas nachos. We hebben olijven. En wat is het? Double crunch peanuts. Dus dit is onze girl dinner. Ja, ik vind het wel toch echt een maaltijd. We gaan Malta's Got Talent kijken. Seizoen 2022, die heb ik nog niet gezien. Oké. Okay. We hebben net nog even naar het vuurwerk gekeken. Maar het zijn hele harde knallen. Het is siervuurwerk met een soort, hoe heet dat, karbiet? Dat denken we, althans. Maar ik hou niet van vuurwerk. Maar we hebben toch even gekeken. En nu gaan we chillen. En morgen gaan we naar het strand. Morgen. Ik hoef niet af te sluiten. Oh. Want het is de hele week. Niet tot morgen. Maar wel tot morgen. Maar. Maar niet einde van het filmpje. Maar niet einde van de vlog. Kito. Warm, hè? Oh, die is echt zo lief. Ik mis Jaapie. Ik ben net even naar de apotheek geweest, want ik heb dus nog steeds zoveel jeuk aan die muggenbult. En ik had gisteren afterbite gekocht, maar dat werkt gewoon niet. Want ik denk dat ik een allergische reactie heb op een mug of dan wel mierenbeet. Er zitten op sommige bultjes ook een beetje blaasjes. Nou, en ik word echt gek van de jeuk. En we dachten nog, oh mijn god, straks zijn het bedwansen. Bedbugs. Maar we hebben alles gecontroleerd. We kunnen niks vinden. Mijn vriend heeft ook geen bultjes. Dus dat is eigenlijk ook vreemd natuurlijk dan. Want we liggen in hetzelfde bed. Dus nou goed. Dus even naar de apotheek geweest. En ze hadden twee opties. En de één was voor echt alleen muggen en hoe heette die beesten? Wespen. Oh, het is de hitte. Ik geef de hitte de schuld. Wespen steken. En deze was wat algemener voor roodheid, jeuk en wordt ook gebruikt bij insectenbeten in het algemeen. Fenazil. Goed, ik ben benieuwd. Ik ga dit ontzettend opsmeren, want
kan gewoon niet genieten. Ik heb de hele tijd een soort van half paniek aanvallen. Omdat ik zoveel jeuk heb overal. Ik heb letterlijk 100 bultjes. Als ze er niet meer zijn. Dus ja. Maar goed, we gaan straks lekker zwemmen. Mijn vriend en ik zijn wel wat gewend op vakantie. Eigenlijk elke vakantie staan we wel in een apotheek. Dus what's new? Ik heb weer wat hoor. En als ik iets niet heb, dan heeft hij wel wat. Dus maakt niet uit. We gaan gewoon lekker verder met de vakantie. Maar hopelijk werkt dit, want ik word gek. Goedemorgen, wij zijn nu op Gozo, een eilandje naast Malta en we zijn in Mosselvoorn. Het is hier allemaal echt super klein en het doet me een beetje denken aan vakanties vroeger die je had met je ouders als je dat ook deed, als je ging kamperen en dan zo'n stadje en dan over van die winkeltjes met opblaasbandjes en snorkels, et cetera. Het is redelijk cute, er zijn hier veel kinderen en vooral veel gezinnen die hier op vakantie zijn, geloof ik. En niet super veel toeristen, dus dat zag ik ook wel een keer lachen. Het eiland is dus echt mega klein. Dus we hebben nu 2 dagen een scootertje gehuurd en we gaan het eiland een beetje ontdekken. Mijn vriend is hier 17 jaar geleden nog een keer geweest. Dus die weet een klein beetje nog hoe en wat. Die heeft in ieder geval een idee van waar we naartoe gaan. Dus ik ga gewoon helemaal passenger princess zijn vandaag. Dit is de scooter. Heb je al een naam voor de scooter? Scooty. Oké. Scooty it is. Hier kan je dus zwemmen. Wow, dit is toch mega mooi. Maar wij gaan lekker hier de hele middag vertoeven. Dat was de hele middag. Het is een uurtje of 4. Wij liggen nu lekker op het strandje onze kruiswoordpuzzel te maken. Een drankje te drinken. Ik heb net even naar mijn mail gekeken, althans nu. Ja, we hebben nog, even denken, het is vandaag donderdag. We hebben nog 2 volle dagen, maar zaterdag gaan we terug naar Malta. We zijn nu op Gozo natuurlijk. Zaterdag gaan we terug naar Malta en dan slapen we in de buurt van het vliegveld. Want daar... Ja, die vluchten gaan allemaal om 7:00 ochtends. Dus we dachten wel chill om in de buurt te tukken. Dus zaterdag gaan we terug naar Malta. Dus we hebben morgen nog de hele dag hier op Gozo. Hebben we ook nog de scooter. En ik denk dat ik de vlog hier lekker ga afsluiten. Dus misschien dat jullie nog wat beelden zien. Misschien niet, ik weet het niet. Maar dan hoef ik in ieder geval de laatste 1,5 dag even niet aan de camera te denken. Dat is ook wel fijn. Echt jongens, deze vlog volgens mij gaat het houtje touwtje zijn. Was ook gewoon mijn vakantie, zullen we maar zeggen. Maar ik hoop dat jullie genoten hebben van deze vakantie. Als jullie tips willen over Malta, let me know. Dan kunnen jullie dat alvast opslaan voor volgende zomer. Al kan je hier denk ik ook echt nog heerlijk op vakantie in oktober. Wij gaan in ieder geval lekker genieten nu nog van de laatste dagen. En ik zie jullie bij de volgende. Bedankt voor het kijken. En vergeet je niet, te subscriben, te liken. Het zou echt top zijn als je dit leuk vond. Oké.
Oké, tot zover de promo. Dag liefjes.